Hoi, ik ben Elisa van Interior Junkie en dit is mijn huis. Kom maar binnen. Mijn interieurstijl is het beste te omschrijven als kleurrijk. Eigenlijk heeft elke muur in ons huis wel een kleurtje. Al dan niet een kek behangetje. En ik hou ook heel erg veel van het gebruik van bloemen in huis. Zowel als print, in bijvoorbeeld dit vloerkleed, als bijvoorbeeld een echte boom in mijn huis. En het is ook wel een mix tussen modern, omdat we veel designstukken hebben, maar ook gemixt met een beetje rauw, dus tweedehands materialen, industrieel design. En natuurlijk ook heel veel planten in huis, dus ook heel erg groen. Mijn inspiratiebron voor het inrichten van mijn huis, dat is toch wel de reizen die ik maak. Want ik hou heel erg veel van reizen. Ik heb veel mooie landen gezien. En ik vind het ook heel erg leuk om wat spullen te kopen als ik op reis ben. Om dat vakantiegevoel nog een beetje vast te houden. En een aantal van die stukken zijn te zien in mijn logeerkamer. Dus eens even kijken. Nu zit ik dus in mijn logeerkamer en een van die dierbare stukken die ik heb meegenomen vanaf een van mijn reizen is deze mooie hangstoel. Die komt uit Bali, die hebben we laten verschepen. Het duurde 5 maanden, maar uiteindelijk was die aangekomen. En het is gewoon een heel leuk, lekker loungehoekje in mijn logeerkamer. En dit raamwerk hierachter komt ook uit Bali. En het is dus eigenlijk een raamwerk, maar wij hebben het dus gebruikt als kunststuk. En hij is gemaakt door een Balinese kunstenaar. Die het heel raar vond dat wij hem als kunstwerk wilden in plaats van een raam. Maar we hebben hem hier dus staan en we zijn er super blij mee. Ik vind het echt een hele fijne slaapkamer. Het is eigenlijk gewoon mijn droomslaapkamer, omdat het gewoon heel rustig is. Het is lekker licht en je kijkt gewoon heel erg mooi uit op het centrum van Haarlem. Alleen, je moet natuurlijk altijd blijven dromen. En het enige wat ik nog mis in deze ruimte is een beetje kleur op de muur. Omdat eigenlijk alles in huis, elk muurtje in huis heeft een kleur. Dus ik zou misschien wel iets met een leuk behangetje of een kleurrijke tint aan de muur. Maar voor nu zijn we er heel erg blij mee.